Ja, goedemiddag. Excuus dat ik ietsjes later ben. Er was vandaag ook wat ongebruikelijk programma voor de vrijdag. Ik heb niet met collega's kunnen lunchen, maar het genoegen gehad om gastheer te zijn van mijn Belgische collega Di Rupo. Daarna heb ik een gesprek gehad met het Belgisch Koningspaar. Dat was vooral een kennismakingsgesprek. Zoals u weet heeft ook België dit jaar een troonswisseling meegemaakt. En in het eerdere gesprek met mijn Belgische collega heb ik gesproken over het belang van economische groei in de Europese Unie. De werking van de Benelux. Ook gepraat over de groeiramingen van de Europese Commissie die deze week naar buiten zijn gekomen. En met elkaar vastgesteld dat er ook op het terrein juist van economische groei een belangrijke taak nu ligt voor onze lidstaten in de Europese Unie. We hebben ook vooruitgeblikt op de Europese Raad in december, de Europese verkiezingen en met elkaar gesproken over de agenda voor de nieuwe commissie die dan na de Europese verkiezingen volgend jaar rond de zomer najaar gaat aantreden. Vandaag ministerraad, daar over een aantal zaken gesproken, onder andere over een brief in de Kamer waarin een aantal ook nieuwe scenario's zijn opgesteld betreffende de nationale veiligheid. We hebben vandaag besloten om Leeuwarden formeel voor te dragen als Europese culturele hoofdstad van Europa. Ik was daar van de week ook zelf. Ik heb daar gezien dat er enorm veel energie is gestoken om dit heugelijke feit ook mogelijk te maken. En wat ik bijzonder vond, is dat niet alleen creatieve industrie, midden- en kleinbedrijf, bestuur hebben samengewerkt, maar dat er ook heel veel ruimte is gelaten aan heel veel creatieve mensen in Leeuwarden en rondom Leeuwarden, die ook heel veel vrijheid hebben gekregen om het voor elkaar te boksen. Het bestuur heeft zich daar wel mee bemoeid, maar heeft niet in de weg gelopen. Er is een mooi concept uit voortgekomen, qua kosten ook al heel beheersbaar. En dat geeft Leeuwarden, merk ik, een lift, een extra boost. Het werkt heel motiverend op de middenstand, op de mensen. Dat ze in 2018, en vandaag is dat dan ook officieel, culturele hoofdstad van Europa zijn. Volgende week ga ik op handelsmissie naar China. Nederland en China hebben elkaar, zoals bekend, veel te bieden op veel terreinen. De Chinese economie blijft nog steeds fors doorgroeien, zelfs in tijden van crisis. En waar we zien dat buitenlandse investeringen afnemen, zijn de Chinese investeringen de afgelopen jaren gegroeid. Dat is heel veelbelovend, ook voor Nederland. China is voor ons een belangrijke handelspartner. Nederland is binnen de Europese Unie de tweede handelspartner van China en wereldwijd de tiende. In het bijzonder op het gebied van landbouw, water, creatieve industrie, high-tech kunnen we veel van elkaar leren. Het zijn sectoren die ook in China sterk in opkomst zijn. En het zijn sectoren waar Nederland heel veel expertise en kennis bezit. Als grote politiek en economische wereldspeler maakt China op dit moment ook grote hervormingen door. Het is nu dus het moment om de onderlinge al bestaande banden, sterke banden, verder te versterken. Daarna ga ik naar Indonesië. Van oudsher hebben we heel sterke banden, maar dit bezoek staat vooral in het teken van de toekomst. Ik ga erheen met de grootste Nederlandse handelsmissie ooit naar Indonesië. Meer dan 100 bedrijven hebben zich ingeschreven. Indonesië is de grootste economie van Zuidoost-Azië. Het land maakt een snelle groei door van op dit moment meer dan 6% per jaar. Nederland is de tweede handelspartner van Indonesië binnen de Europese Unie. De wederzijdse handel nam in 2012, en dat is tegen de trend in, toe met maar liefst 18%. En alle reden dus om de banden met Indonesië verder aan te halen. Door die bezoeken aan China en Indonesië ben ik de komende twee weken niet bij de ministerraad. Mijn taken als voorzitter worden waargenomen door de vice-minister-president Lodewijk Asscher.